ben Dick Oene. Ik ben sinds september verleden jaar wijkmeester in het Park de Meer. De dagelijkse bezigheden zijn een beetje kijken. Daar let altijd op drie onderdelen. Het is schoon, heel en veilig. Dus we gaan alle openbare voorzieningen langs. En dan kijken we of ze schoon zijn, of ze allemaal werken. En tevens letten op veiligheid. Ja, ik vind ook dat ik hier 's avonds wat meer aanwezig moet zijn. De overlast vindt wat meer 's avonds plaats ook. En mijn taak is om het allemaal een beetje in goede banen te leiden, zonder dat de ene groep overlast heeft en de andere. Ja, deze plek is een beetje het kruispunt in van mijn wijk. Het park aan de rechterkant, sportvelden. Hier achter me. En hier achter me de woonwijk waar ik mijn taak heb. Deze wijk is gebouwd op heilige grond. Dat is, hier heeft vroeger het Ajax-stadion gestaan. In de succesperiode van Ajax. Dus daarom, dat vind ik het karakteristiek aan deze wijk. En ook alle bruggetjes, alle straatnamen hebben een relatie tot het Ajax-verleden. Dus dat is mijn persoonlijke band met deze wijk. En verder bouw je natuurlijk een band op met de stenen en de bewoners die er wonen hier. Ja. En alle natuur, want er is heel veel groen en water. Dus dat is precies mijn straat. Type mensen wat woont in Park de Meer, heel divers. We hebben een heleboel koopwoningen, we hebben een kleine 500 huurwoningen, oud-jong door elkaar heen, wat minder valide ertussen. Er zijn hier heel weinig ruzies of burenconflicten. Ik ben hier nu een half jaar werkzaam en ik heb het niet meegemaakt nog dat de buren echt elkaar in de haren vlogen. Nee, of dat de overlast van bepaalde groepen te erg werd. Nee. Ze gaan allemaal goed met elkaar om hier. Ja. Mijn taak is om te zorgen dat het zo blijft. Ik heb geen fiets, nee, ik doe alles te voet. Ja. Maar een wandelen, dat is een hobby van me. Dus ik loop zeker al 20 kilometer.